vrijdag 7 mei is er op de Remisestraat een nieuwe 24-uur opvang voor drugsverslaafden geopend. In het nieuwe pand worden verslaafden gestimuleerd om zich bezig te houden met andere activiteiten. Zo is er een fitnessruimte, een muziekruimte en ook is er een ruime recreatieruimte waar de cliënten zich bezig kunnen houden. Als het niet mogelijk is voor de verslaafden om onderdak te vinden, kunnen ze er ook blijven overnachten. Op de oude locatie, drugsboot De Boei, waren juridische problemen waardoor de drugsboot niet meer langer in Arnhem kon blijven. Oud-wethouder Bart van Eten hield een openingstoespraak. Goedemiddag allemaal, het is goed om zo ontzettend veel mensen te zien. Dit is een, als het goed is, een definitieve oplossing voor iets waar we vanaf 1998 mee bezig geweest zijn. Na 12 jaar lijkt het nu, want bij de 24-uursopvang kun je nooit voorzichtig genoeg zijn, lijkt het nu een definitieve permanente oplossing te zijn in dit gebouw. We hebben geen gedoe meer, als het goed is dadelijk, rondom dwangsommen, rondom procedures, vergunningen. Alles is geregeld. Voor het eerst is alles definitief geregeld.